Hoi allemaal, wat fijn dat jullie weer meekijken naar het voorlezen van het boekje Pinkeltje en het gestolen toverboek. In het vorige hoofdstuk hebben jullie gehoord dat ze de werkster hebben gevonden en dat haar kleren gestolen waren. En bij het hoofdstuk van vandaag gaan we daar iets meer over te weten komen. Want het volgende hoofdstuk heet De kleren van de werkster. Waar gaan we het eerst naartoe? Vroeg Speurneus. Pinkeltje dacht even na en zei toen... Weet je, Speurneus, waar hier een winkel is waar ze hoeden en petten verkopen? Jazeker, zei Speurneus. Er is zelfs een hele grote winkel hier in de stad die alleen hoeden en petten verkoopt. Die is in de Koning Pinkelprachtstraat. Nou, dan gaan we daar nu het eerst naartoe, zei Pinkeltje. Vlug liepen ze een paar straten door tot ze bij de winkel in de Koning Pinkelprachtstraat kwamen. In de winkel vroeg Pinkeltje aan de winkelverkoper of er ook iemand geweest was die een wit met zwart geruite pet had gekocht. Jazeker, zei de verkoper. Juist eergisteren heb ik 2 van die petten verkocht. Ik vond het al zo gek, zei hij daarna. Een hele tijd verkoop je geen enkele pet. En nadat ik er 1 verkocht had, kwam vlak daarop weer een meneer de winkel binnen en die wilde precies zo'n pet hebben. Meneer de verkoper, zei Pinkeltje, weet u ook nog hoe die 2 mannen eruit zagen? Nee, zei de verkoper, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Dank u wel, zei Pinkeltje en liep met Speurneus naar de deur. Maar net op het moment dat ze naar buiten wilde stappen, riep de verkoper... Wacht eens even. Ik weet haast zeker dat 1 van die mannen hier niet in de stad woont. Ik denk dat het iemand van een boerderij was, want hij zag eruit als een echte buitenman. Fijn, dank u wel, zei Pinkeltje en tot Speurneus zei hij... Dan moeten we maar eens buiten de stad gaan kijken. Zullen we mijn auto nemen, zei Speurneus, of gaan we lopen? Pinkeltje dacht even na en zei toen... We kunnen beter gaan wandelen, want met een auto vlieg je overal zo vlug voorbij. Flink doorstappend kwamen ze al spoedig buiten de stad. En opeens zei Pinkeltje, terwijl hij een vies gezicht trok, bah, wat stinkt het hier. Dat komt, zei Speurneus, omdat hier dichtbij een vuilnishoop is, waar al het vuil en afval van de stad wordt neergegooid. Plotseling bleef Pinkeltje staan en zei, ik wil wel eens bij die vuilhoop gaan kijken. Waarom? Zei Speurneus. Nou zomaar, zei Pinkeltje en hij liep gauw naar de vuilnishoop. Daar aangekomen wandelde hij rustig zonder wat te zeggen om de vuilnishoop heen, tot hij opeens een paar pinkelkinderen zag die niet ver van de vuilnishoop aan het spelen waren. De kinderen waren bezig een tent te maken van een paar stokken en een grote grijze doek. Pinkeltje bleef een tijdje naar hen staan kijken en zei toen tegen Speurneus, zie je die kinderen daar met die doek spelen en weet je waar die doek op lijkt? Speurneus keek nog eens heel goed naar de tent en zei, die doek lijkt op de rok van de werkster. Juist, zei Pinkeltje. Kom mee, dan gaan we een praatje met de kinderen maken. Toen ze bij de kinderen kwamen, zei Pinkeltje, dat wordt een mooie tent. Ja, hè, zei een van de kinderen, het wordt een echte indianenhut. En, vroeg Pinkeltje, heb je die doek van je moeder gekregen? Nee, zei de jongen, die hebben we hier gevonden. Maar dat is leuk, zei Pinkeltje, en waar heb je die gevonden? Toen wees de jongen naar de vuilnishoop en zei, daar bij die oude emmer, daar lag hij. Het was een oude rok en die hebben we stuk gescheurd. En nu wordt het onze tent. Wie zou zo'n grote rok daar nou hebben neergegooid? Vroeg Pinkeltje. Dat weet ik niet, zei de jongen. Maar gisteren waren hier 3 mannen en 1 van hen schopte tegen de rommel, haalde toen onder het vuil een zwarte tas vandaan en die namen ze mee. Oh, zei Speurneus, en hoe weet je dat zo precies? Omdat ik met mijn vriendje daar in een boom zat, zei de jongen, en alles kon zien. Die mannen konden ons gelukkig niet zien, want ze zagen er niet aardig uit. Het waren gemene mannen, riep een andere jongen. En we waren een beetje bang en daarom zijn we heel stil blijven zitten. En welke kant zijn de mannen opgelopen? Vroeg Speurneus. De jongen die het laatst het gezegd had, wees naar een kleine weg en zei, die kant op. Opeens vroeg Pinkeltje, had 1 of 2 van die mannen een wit met zwart geruite pet op? Even dacht de jongen na en zei toen, ja, ik weet het zeker, 1 van hen had een geruite pet op, maar de anderen waren blootshoofd. Pinkeltje haalde wat klein geld uit zijn zak en zei, hier, dit is voor jullie. Dan kunnen jullie een mooie vlag voor jullie indianentent kopen. En tegen Speurneus zei hij, weet je waar die weg naartoe gaat? Jawel, zei Speurneus, naar een klein dennenbosje. Maar er komen haast nooit pinkeltjes. Dan gaan we daar eens kijken, zei Pinkeltje. En tegen de jongen zei hij, maak maar een fijne tent hoor. Toen ze de weg opkwamen, zei Speurneus, het bosje is hier nog een heel eind vandaan. Daar gaf Pinkeltje geen antwoord op, maar wel vroeg hij... Zijn daar in de buurt huizen of boerderijen? Nee, zei Speurneus, het is een akelig stuk land vol met stenen en rotsen. Maar Pinkeltje, weet je wat ik niet begrijp? Dat er 3 mannen waren.
Ik denk, zei Pinkeltje, dat de man met de geruite pet de boef is. En die andere twee zijn helpers. En ik zou graag willen weten wat er in die zwarte tas zat die ze van de vuilnishoop hebben meegenomen. Stel je voor, zei Speurneus, dat het toverboek erin zou zitten. Ja, wie weet, zei Pinkeltje. Hoe verder ze liepen, hoe slechter en eenzamer de weg werd. Ik kan me best indenken, zei Pinkeltje, dat hier niet vaak iemand gaat wandelen met al die stenen en modder op de weg. Nou, modder was er wel, want het was een beetje gaan regenen. Pinkeltje en Speurneus trokken hun regenjas aan en liepen zonder verder wat te zeggen het weggetje af. Toen ze bij het dennenbosje kwamen, zagen ze door de bomen heen een klein houten schuurtje. Voorzichtig, zich telkens goed schuilhoudende achter de bomen, struiken en rotsen, slopen ze de kant van het schuurtje uit. Blijf jij hier achter deze rots staan, zei Pinkeltje, dan loop ik naar het schuurtje toe. Denk je dat de dieven daar zijn? Vroeg Speurneus. Ja, zei Pinkeltje, kijk maar naar de grond, dan zie je een heleboel voetstappen in de modder. Is het niet gevaarlijk om er zo alleen op af te gaan, zei Speurneus. Zou het niet beter zijn als we er samen naartoe gingen? Even zei Pinkeltje niets, maar aan een diepe rimpel op zijn voorhoofd zag Speurneus dat Pinkeltje erg aan denken was. En opeens zei Pinkeltje, Speurneus, je hebt gelijk. Weet je wat we doen? Ik loop gewoon over de weg naar de deur van het schuurtje toe. Maar jij sluipt er voorzichtig omheen. Je steeds goed verborgen houdend achter struiken en rotsblokken, tot je achter het schuurtje komt. Dan sluip je eromheen en ga je vlak bij de deur plat tegen de muur staan. Ik hoop dat wanneer de dieven zien dat ik alleen ben, ze naar buiten zullen komen om het te pakken. Maar dan neem jij je revolver en roept, hand omhoog! Dan zullen ze schrikken en kunnen we ze pakken. Prachtig, zei Speurneus. Maar wacht dan eerst even hier tot ik achter het schuurtje ben en loop er dan pas langzaam naartoe. Dit deed Pinkeltje. En pas toen hij Speurneus achter het schuurtje zag verdwijnen, liep hij recht op de schuurdeur af. Nou, wat er precies in het schuurtje is en wat er gaat gebeuren met Pinkeltje en Speurneus, dat gaan we bij het volgende hoofdstuk lezen. Dankjewel voor het luisteren. Doei!